Patrick Demmers. Bij het begin van het seizoen formeer je een bepaalde doelstelling. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat je 5 wedstrijden voor het einde van de competitie de rode lantaarn drager in gedachten had. Ja, de doelstelling was eigenlijk dezelfde als de 3 seizoenen daarvoor. Proberen bij de bovenste de 1 tot en met 5 te eindigen. En dan weer een periodetitel binnen te halen. En dan hopelijk na competitie te spelen. Maar ja, nu is het een heel ander verhaal. We staan nu, wat je zegt, rode lantaarn dragen. En op dit moment is het hoogst haalbare na competitie weer. Maar dan voor degradatie naar de 4e klas. Logische vraag is dan, waar ging het fout? Ja, aan het einde van het seizoen, in de transferperiode, laat ik zo zeggen, zijn we toch een belangrijke pion, speler Richard Schaapsel kwijtgeraakt. Die is naar Nooddorp gegaan. En lopend het seizoen zijn we Björn van Nierop kwijtgeraakt. Die is een jaar geschorst. We zijn speler Stefan Krijenveld kwijtgeraakt door wat privéomstandigheden. En die vond geen tijd meer om te voetballen. Ja, en onze linksback is weggelopen, is nu toch weer teruggekomen. Dus dan mis je toch 4 belangrijke pionnen binnen de selectie. Ja, en we zijn niet zo groot om dat op te vangen op dit moment. De jaren daarvoor hadden we 20 tegendoepen en nu staan we op 50. Er lopen nu wel jongens in rechtsback van 17 jaar en 2 jongens die ook vorig seizoen een derde hebben gespeeld. Ja, die hopen dan eerder in te passen in een goed draaiend elftal. Dat die jongens minuten maken, maar nu moeten ze elkaar gaan trekken. Ja. En dat is best lastig op dit moment. Als je de doelzijde inderdaad bekijkt, dan zie ik ook het aantal doelpunten voor. Minst scorende ploeg. Ook we hebben 28 doelpunten ervoor. Afgelopen jaar scoorden we ook niet zoveel. Maar we kregen er ook heel weinig tegen. En op dit moment, we stonden vorige week tegen GDA ook met 2-0 voor. Afgelopen weekend tegen Velo ook weer 1-0 voor. Ja. En degradatievoetbal is toch iets anders. Er sluipt toch bij de jongens toch iets van in. Oh, gaat het toch weer niet gebeuren? Nou, tegen GDA kregen we dan een rode kaart. Kwamen we tegenstaan op 2-2. Missen zelf de beste kans op 3-2. En dan valt hij de andere kant erin. Afgelopen zaterdag komen we dan 1-0 voor. Uiteindelijk door een persoonlijke fout. En daarna zijn we even een kwartiertje weer de kluts kwijt. Ja, dan komen we 2-1 achter. Komen we gelukkig weer terug op 2-2. Dan durf je eigenlijk niet te juichen. Want je denkt, hopelijk halen we het puntje binnen. Ja, in de 96e minuut valt hij er toch weer in met een corner van Velo. Ja, en dat is toch een stukje kwaliteit die we toch missen. Ja, en degradatievoetbal is toch anders. Je moet. En er sluipt toch iets bij de jongens in. Het zal te weer niet fout gaan. En vorig jaar speel je dan bovenin mee. Kun je toch weer met vrijheid te voetballen met de ploeg. En het was niet dat we moesten promoveren. Maar als het mooi zou zijn, dan deden we dat naar de tweede klas. En nu is het gewoon, je moet nu winnen. En gaat toch wat stukje, veel pech dan uiteindelijk ook. Maar ook een stukje kwaliteit. Ja. En degradatievoetbal is toch anders. Dan krijg je aanstaande zaterdag Schipluiden op bezoek. De uitwedstrijd verloor je, heb ik gezien. Wat kun je herinneren van die wedstrijd? Hetzelfde verhaal uiteindelijk. 1-0 voor met de rust. 2-0 voor in de tweede helft. Ja, en dan geven we het toch weer weg. En op een of andere manier sluipt het hele seizoen in. Het zal weer niet gebeuren. Ja. Dat is ook een van de wedstrijden. We hebben geloof ik dit seizoen van alle competities. We hebben 10 wedstrijden met 1-0, 2-0 voor gestaan. Ja, we geven dat toch steeds jammer genoeg weg. Dan wordt het ook een stukje mentaal wat er mentaliteit wat mee gaat spelen. In het kopje, je geeft net zelf al aan. Als het maar weer niet gaat gebeuren. Wat kan je daar dan aan doen als trainer zijnde? Ja, je hebt toch een selectiebespreking of de bespreking afgelopen zaterdag tegen Velo zeg je toch, dit is een uitwedstrijd en we moeten niet winnen. Als je hier gewoon een goed resultaat haalt bij Velo uit, dan doe je het goed. Dan kom je toch 1-0 voor, maar dan sluipt er toch weer zoiets in de ploeg. Ja, dat zal toch weer niet gebeuren. Ja, en dat gebeurt dat uiteindelijk weer in de 96e minuut. Tot slot, je hebt wat dat betreft nog gedeeltelijk in eigen hand. Als ik heel snel heb gekeken, want je krijgt onder andere nog Maasdijk en Loosduin. Ook ploegen die in het onderste rijtje staan, zeg maar. Maar het zou wel lekker zijn als je komende zaterdag in ieder geval die 3 punten pakt. Dan gaat dat weer boost voor die laatste 4 wedstrijden. Ja, we hebben een rijtje nu van wat je zegt, Schipluiden, Maasdijk uit, Loosduinen thuis. Ja, dan zou je toch daar de punten moeten halen. Dan krijgen we nog 2 wedstrijden tegen Ariston en Die Haag als laatste dan. Ja, wat je zegt, je hoopt natuurlijk zaterdag die pot te winnen. Ja, dat je weer een boost krijgt om de volgende 4 wedstrijden even tot de puntjes te halen. Maar het zou heel moeilijk worden. En er zijn 5 punten van nummer 2 en laatste af. Ja, het is toch 2 winstpartijen. En dat is hoogst haalbaar op dit moment. Maar die jongens gaan er nog voor. En we hebben wat probleempjes aan. We hebben een aantal schorsingen. Dat krijg je natuurlijk ook aan het einde van het seizoen. Ja, we hopen dat op te vangen vanuit de tweede elftal. We zijn niet zo groot. We hebben natuurlijk maar 2 selectie-elftal of 2 senioren-elftallen. En de jeugd-elftallen. We hebben afgelopen zaterdag ook wat jongens van de AIM met de tweede meegedaan. Dus kijken of we het zo op kunnen vullen de komende weken. Bedankt en succes zaterdag. Ja, graag gedaan.